zijn weg. Kijken als je nu wel die eerste dag goed doorkomt. We weten nu waar de gevaren zitten en de risico's. Ja, af en toe, dan kijken ze nergens naar. Dan zijn ze blind voor de gevaren. De tweede partner van de Akkie, Pedro Leijnen, gepakt, stond als toeruit deur. De tweede partner van de Akkie, Pedro Jacob uit Helden. Na deze manjes even schuiven en water erop, alstublieft. Zo zijn we de hele middag eigenlijk bezig om ook de tractorchauffeurs en de machinisten bezig te houden. Zonder die mensen zou het kunnen schudden met de oude kop. Dan zijn we buiten gewoon aan dat door. 8 op 18. Onbedreigd. Benieuwd als je straks naar de Tommy tegenkomt. Wat ze dan gaan doen. Maar 8 op 16. De winnaar net. Bevel. 860 inmiddels naar de tweede plaats. Pedro Jacob met helft. En 838 is daarmee gevallen naar de derde plaats. Kevin Paliese uit Zwolle. Twee ronden nog. Door de leider, 818, stand op toer. Uit Deurne. 818, stand op toer uit Deurne. Laatste ronde. Stam dat toe uit Deurne. Wat een voorsprong. Onbedreigd mag hier tegen zijn. 860, Pedro Jacob met Helden. Die tweede plaats heeft hij veroverd. Ronde geleden, op de derde plaats, nummer 838. Kevin Paliese uit Volgen. De nummers 1, 2 en 3 zullen ook, denk ik, nee, daar gaat niks aan veranderen. Daarvoor zijn er onderlinge verschillen te groot. En dat in die laatste meters nog eens eventjes te kunnen uitknokken. Het zwart het geblokt valt voor nummer 818, Sander Stoer uit Deurne. De tweede plaats van de 860, Pedro Jacob uit Helden. De derde van 838, Kevin Paliese uit Zwolle. We gaan schuiven, we gaan Loders en Kilverborden inzetten en de marker komen om de baan weer helemaal perfect klaar te maken voor